Hoi, leuk dat je kijkt naar hoe speel je. Ik ben Melvin van Lobbes en vandaag leg ik je uit hoe je setup speelt. In dit spel leg je tegels op het speelbord in zoveel mogelijk setjes om daarmee punten te verdienen. Zo eenvoudig is het. Dus kijk snel mee, dan leg ik je uit hoe je setup speelt. Om het spel te beginnen leg je het speelbord in het midden van de tafel en pakt elke speler de kleur pion die overeenkomt met de bonusvakjes aan zijn kant van de tafel. Die pion die zet je bij het startveld. en Je pakt ook dezelfde kleur van een tegelhouder. Die zet je voor je neer. Je plaatst vervolgens alle 50 kaarttegels in het zakje. Schud ze goed en pakt daar vervolgens vier tegels uit om op het midden van het bord neer te leggen. Daarna pakt elke speler ook vier tegels om op zijn eigen tegelhouder neer te zetten. En tot slot pak je nog eenmaal vier tegels en deze leg je open naast het speelbord voor iedereen om te zien. Deze vier tegels vormen de gemeenschappelijke hand, waar iedereen in zijn beurt gebruik van kan maken. En de tegels op jouw eigen tegelhouder vormen jouw eigen hand. Tijdens dit spel zul je op verschillende manieren proberen om een set aan te leggen op het speelbord. Maar wat is een set? Er zijn twee soorten sets. Een set kan bestaan uit twee of meer dezelfde cijfers van een andere kleur, zoals je hier ziet. Of een set kan bestaan uit twee of meer opeenvolgende cijfers van dezelfde kleur. Zoals je hier ziet. Dit spel speel je in beurten en de jongste speler begint. Als je aan de beurt bent, mag je één of meerdere tegels op het bord leggen om een set te maken. Laten we eens kijken op welke verschillende manieren dat kan. Je mag tegels uit je eigen hand of uit de gemeenschappelijke hand op het speelbord neerleggen. En dit mag op de gemeenschappelijke velden hier in het midden of op jouw eigen twee persoonlijke bonusvakken. Als je met minder dan vier spelers speelt, dan beschouw je de niet gebruikte bonusvakken van die kleur als gemeenschappelijke vakken. En een set kan gemaakt worden in elke richting, zoals de witte lijnen op het bord aangeven. Een set kan dus van richting veranderen of zelfs zijn eigen pad doorkruisen. Laten we eens kijken naar een voorbeeld halverwege het spel, zoals hier. In dit geval zou ik deze vijf hier neer kunnen leggen op de tegel die er al ligt. En daarmee maak ik een set van 3 4 5 6 7. Dit set mag dus zelfs zijn eigen route doorkruisen zolang ik maar de witte lijnen volg. Een ander voorbeeld. Ik zou hier een 5 neer kunnen leggen waardoor ik een set maak van 3 4 5. Ook nog eens een set van 5 5 5 met drie verschillende kleuren. En nog een klein setje van 3 en 3. Dat betekent dat ik al deze tegels gebruik voor mijn set. We gaan zo meteen kijken hoe je daar punten voor scoort. Alle tegels die door jouw beurt een set maken, leveren één punt op. Elke kaarttegel is maar één punt waard, ook als de tegel deel uitmaakt van meerdere sets. In dit voorbeeld is deze 5 onderdeel van een set van vijven en een set van 3, 4, 5 van dezelfde kleur. Maakt niet uit, hij levert maar één keer een punt op voor mij tijdens deze beurt. Nadat je punten hebt geteld van de sets die je hebt neergelegd, pak je je pion en verzet je deze het aantal punten wat je ook die beurt verdiend hebt. Een speler kan ook buiten zijn beurt om bonuspunten verdienen. En dat gebeurt wanneer een andere speler een set maakt door gebruik te maken van één of meerdere tegels op jouw persoonlijke bonusvlakken. In dit voorbeeld heb ik gebruik gemaakt van een bonusvakje van deze speler. Ik ben mijn punten aan het scoren, maar ook deze speler krijgt daardoor bonuspunt Of stel dat ik gebruik heb gemaakt van alle bonusvakjes, krijgt hij er twee. Het verdienen van bonuspunten moet je zelf goed in de gaten houden. Zodra je deze niet geclaimd hebt en de volgende speler begint zijn beurt al, dan is het te laat en krijg je de punten niet meer. Dus als een andere speler scoort, houd goed in de gaten of jij daar ook bonuspunten mee verdient. Als een speler geen set kan of wil maken, dan moet de speler één of meerdere tegels uit zijn hand omruilen met hetzelfde aantal tegels uit het zakje. En is de volgende speler aan de beurt? Heb je wel één of meerdere sets gemaakt, vergeet dan niet om jouw pion te verplaatsen met hetzelfde aantal vakjes als punten dat je gescoord hebt en vervolgens vul je alle tegels weer aan die je gebruikt hebt. Te beginnen met tegels die je mogelijk gebruikt hebt uit de gemeenschappelijke hand en vervolgens uit jouw eigen hand. Als het zakje leeg is, dan verwijder je alle tegels van het speelbord behalve de bovenste laag en plaats je deze tegels weer terug in het zakje. In dit geval zijn het er nog heel weinig, maar je zorgt ervoor dat alles op de bovenste laag blijft liggen zoals het er ligt en alles daaronder mag terug het zakje in. Zo wordt het doorgespeeld totdat een speler met zijn pion de finishlijn bereikt of passeert. Let erop dat je de finishlijn gebruikt die overeenkomt met het aantal spelers waarmee je speelt. Hier zie je vier pionnetjes staan, dit is de finishlijn voor als je met drie spelers speelt en hier de finishlijn voor twee spelers. Nu kan het zo zijn dat er in één beurt meerdere pionnen de finishlijn bereiken of passeren, doordat iemand bonuspunten verdient. De winnaar is dan de speler die het verst gekomen is, of wanneer dat even ver is, de speler die als laatste kaarttegels heeft geplaatst op het speelbord. Ben je met vier spelers, dan kun je setup ook in teams spelen. Het doel van deze variant is om te voorkomen dat de pion van jouw team op de laatste plaats staat wanneer de eerste pion de finishlijn bereikt. Je speelt het spel met de volgende regels. Er zijn twee teams met elk twee spelers. De teamgenoten zitten naast elkaar met elk hun eigen tegelhouder, tegels en pion. Maar kunnen dus wel de tegels van de andere spelers zien en dit met elkaar bespreken. Een teamspeler mag nog steeds alleen tegels uit zijn eigen hand of de gemeenschappelijke hand gebruiken. De beurtvolgorde verloopt volgens een achtvorm. Dus acht, zoals hier te zien is omdat het nog steeds mogelijk is om buiten je beurt om bonuspunten te scoren, kun je jouw teamgenoot helpen door hierin samen te werken. Zodra een speler de finishlijn bereikt, is het spel afgelopen. Het team die in het bezit is van de pion die op dat moment laatste staat, heeft verloren. En het andere team heeft gewonnen. En dat is hoe je setup speelt. Nu weet jij genoeg om van je vrienden te kunnen winnen. Dus set hem up en tot de volgende keer bij Lobbers.